1986. De NAM bouwt een gaszuiveringsinstallatie in Emmen. Groter en complexer dan de meeste. Om zwavel uit zuurgas te halen. Gezuiverd gas om mee te kunnen koken of om je huis te verwarmen. Bijna 30 jaar lang wordt er in Emmen gas gezuiverd, totdat het niet langer rendabel is om nog gas uit de inmiddels bijna lege velden te halen. Dat moment is begin 2018. Op 8 januari stopt de NAM definitief met de gasproductie in Emmen. Daarmee komt een einde aan een tijdperk. Maar de sluiting biedt ook nieuwe mogelijkheden. Zoals de ontwikkeling van de locatie tot energiehub. Een knooppunt waar nieuwe energie gemaakt en verdeeld wordt. Want de pijpleidingen en aansluitingen onder de grond zijn in goede staat om in de toekomst nieuwe vormen van energie te vervoeren. GZI Next, het consortium tussen overheden, industrie en de energiesector, onderzoekt wat de mogelijkheden zijn. Dit gebeurt in samenwerking met de omwonenden. De koers is duidelijk. Groen en duurzaam. En dat begint al bij de sloop, waarbij materialen zoveel mogelijk gerecycled en hergebruikt worden. Het voormalig GZI-terrein leent zich perfect voor de ombouw tot energiehub, om tenminste drie vormen van duurzame energie te produceren. Zonne-energie, waterstof en groen gas. De opgewekte stroom kan gebruikt worden om waterstof te maken. En het groen gas gaat via Emmen naar GasUnie, die het overal in Nederland via het bestaande gasnetwerk kan afleveren, daar waar het nodig is. Op het terrein komt ook een kenniscentrum waar GZI Next onderzoek gaat doen en specifieke kennis en ervaring deelt over nieuwe energie. Daarmee creëert GZI Next nieuwe banen in de gemeente Emmen en zet de provincie Drenthe op de kaart als duurzame energieregio om zo te zorgen voor een groener en CO2-armer Nederland. Thank you.